Always fucking crewmates. Nou, deze kan je altijd gratis doen, dus dat is geen probleem. Ik ga wel O2 linksom. En dan comms. Heel veel mensen gaan naar laboratory in eerste instantie, maar dat vind ik altijd kind of sus. Godver, het ligt ook gewoon gelijk. Maar... In het begin maakt het licht helemaal niet... Alhoewel, die killknop hebben ze dan wel. De eerste wel. Weer fucking fixed lights. God damn it. En ik heb zeker de annotatie niet compleet. Godver. Joost was hier. En Link kwam aanlopen. Is er al een lijk gevonden? Geen lijk. Erwin is daar. 7 seconden. Ik wacht het wel even af. Rudy is neer. Hallo. Hallo. Nu wel eventjes, jongens. Oh, ja, hoe heet deze map? Polis. Polis, even kijken. Polis. Ik vertrouw Joost wel, want wij stonden met z'n tweeën helemaal alleen in de kamer en hij kon me killen en deed hij niet. Yep. Jullie kunnen ook allebei de imposter. Joost, mag ik één ding aan je vragen? Ja, in de kamer O2 heb je een task. Hoe werkt die task? Op de boom heb je dat je die levers moet verplaatsen van water en red en nog iets. Hey Link, waarom vraag jij dit? Waarom vraag je dat? Omdat jij weet het toch wel. En ik was er best lang mee bezig en Joost was later dan ik en die was eerder klaar dan ik. Ja, omdat die fucking easy is. Ik heb die al zo vaak moeten doen. Erwin, waar ligt het lichaam? Je verplaatst gewoon die schuifjes. De body ligt rechts van office, waar je dus met een card swipe paspoortje doet. Maar ik heb eigenlijk eenzelfde dingetje, maar dan voor morgen. Want ik was samen met morgen was ik in Weapons. Samen stonden we bij de dingen schieten, toch? Asteroïden. Ik was daar wel bij. Morgen? Oh, sorry man, sorry. Ik was die map even erbij aan het kijken waar de fuck dat is. We waren bij Weapons, right? Links onderin. Ja. Met het computertje waar je dan waar je dan die meteorieten schiet. Ja. Ja. Daar was jij in, denk ik, zo'n 3-4 seconden weg. In 3-4 seconden weg? Helemaal niet, bro. We zijn tegelijk begonnen. Toen was ik ongeveer op mijn 6e, 7e en toen dipte jij. Dat kan, maar, Wow, dit is wel heel vies, hoor. Wat heb je dan voor de rest gedaan, Morg? Vertel maar. Ik heb daarvoor... Ja, ik moet even die map erbij pakken. In het begin bij die electrical en toen ben ik... What the fuck staat daar, bro? Links onderin? Decontamination? Oh, specimen room. Southwest of zo? Ja, Southwest was ik geweest inderdaad. En dan naar die communications. En toen ging ik terug naar... Om die lampjes te fixen. Maar dan, toen werd dat al gedaan en toen ging ik inderdaad weer terug naar de weapons. Dat is wat de fuck ik heb gedaan. Oké. Okay. Ik skip hem. Ik vind hem prima om te skippen, maar ik vond het een beetje weird. Ja, Ja, geen idee. Serieus. Kind of sus, man. Skibbidibbidibbidabadabab. He's the sus, man. We schieten wel echt op met die tasks. Dus daar doen we het op zich wel goed mee. Wie is lichtgroen? Dat is Jones. Paars. Pascal. Oh, dat is Erwin. Okay. Erwin doet eigenlijk wel altijd die tasks. Dus dat is gewoon goed. Jeremy is denk ik ook wel te vertrouwen. Harm, wat ben je aan het doen? Fixed light. Weer fixed light. Fucking doe eens een keer een andere sabotage. Die hoerenlampen elke keer. Hi. Hoezo deed je merge meeting? Ik zat op Vidal. Ik zag zwart dood gaan op Vidals. Ik vond wel een goede reden om een emergency te callen. Sure. Ik wilde net op Fidals gaan kijken. Wie heeft Jer gezien in de laatste 3 seconden? Ik heb hem die weather note zien doen. Een beetje, zeg maar, bij die vent onder de laboratory bij East. Oké. Okay. En waar hij toen, volgens mij liep hij naar linksboven, naar Northeast. Ik denk van het punt dat hij dood ging, want ik zag hem letterlijk doodgaan op Fidals. Tot ik hem callde, zat het denk ongeveer
5 tot 10 seconden tussen. Wacht, is Harm? Want ik zag morgen daar, zag ja, ik ook hey, rondlopen. Is het nou gebeurd of zo? Want ben ik je dan bent dood? Er staat geen kruis door me heen. Okay, ja, dan dus ben je staat ook kruis door je heen. Ze hebben mij ook geen kruis door, maar van mij niet. Maar je bent je grijs. Gemaakt, Harm? Ja, ik kreeg wel een animatie of zo. Oké, okay, dan ben je dood, okay, klaar. Dan ben je inderdaad dood. Oké, okay, dus dat is net gebeurd. Oké, okay, Harm heb ik niet op de Vitals gezien. Dus hij is dus gekilled in de tijd dat ik van Vitals naar de knop liep. Oké, dan kan ik, ja, in principe kunnen Joost erop fouten dat hij dan Harm ik zag wel Don als laatste bij Harm weglopen. Oké. Okay. Nou ja, Harm helemaal niet gezien. Ja. Hoe heb je Harm niet gezien? Omdat bij Fix Light zie ik geen ene reet en imposters kunnen wel alles zien. Ja, maar hoe gezien? Nee. Ik zie alleen mijn fucking benen zie bij Fix Light. Je liep letterlijk naast hem. Ik zie alleen mijn benen. Bij dat pilaatje waar je dat doloffie gaat doen. Wat bij Office bedoel je? Ik denk trouwens dat de andere kill gemaakt is door Pascal. Die was ik heb geen idee, bro, want ik moet deze hele map nog even leren. Ik heb mijn fucking mic gemute. Ik was net in laboratory, ja. Of okay, in ieder geval, begin deze match. Had ik die asteroids, zeg maar, dat je zo'n ding moet zoeken, zo. Ja. En toen gingen de lights, en toen ging ik naar de lights of naar electrical toe. En toen ik bijna bij electrical aankwam, was het in één keer... Boom, emergency! Nee. Maar was dat nee. Voordat jij de lights fixt of daarna? Nee, ik heb de lights helemaal niet gefixt. Ik heb de lights gefixt. Ik was zeg maar nog niet eens in die kamer. Omdat toen was het al zeg maar... Wat is de moral, bro? Ja, waar komt die opeens vandaan? Wauw, oké, okay, man. Je bent tering suspicious. Ja, bro, heel suspicious. Fuck dit al. Trouwens, niet meer bij mij vraag, maar ik was bij specimen room. En ik heb nog maar één task bij communication, ben ik klaar. Ik hoef ook nog maar één. Ik ook echt weinig. Ja, maar... dat is Harm. Skip deze. Dit is Harm. Ja, weet ik. Maar ik wil het toch eventjes even zeggen, jongens. En trouwens, ik had ook gekeken toen dacht ik dat Joost zijn balkje niet omhoog ging. Maar toen was hij ook die monitor aan het kijken. Dus ik ben klaar met mijn tasks trouwens. Ik heb alleen communication. Dus als je mee wil gaan, gezellig. Sure. Ik moet er 3 of zo. Joost was toch voor het laatst in die gaan? I don't know, man. Ja, ik moet inderdaad nog 3 tasks. weer die fixed lights, bro. Er zijn echt meerdere fucking sabotages dan die shit. Stop. It's annoying. Oh. Dat Irwin. Was dat Pascal daar dan? Die bruine? Volgens mij wel. Hij zei dat hij op vitals keek en toen naar de emergency knop ging. Kan. Nou, tasks zijn zo'n beetje klaar. We kunnen vitals gaan checken. Weer fixed lights. Hou op met me. Het voelt ook gewoon geen eens meer tactisch of zo. Omdat elke keer ik kom daar, nonchalant, wordt niet kapot geprikt. En het weer Erwin. En Pascal, die komt weer zo laat aan. Ik zal iemand doodgaan op de radar. Waar? Kunnen de saboteurs alsjeblieft even iets anders doen dan fucking lights? True, zeker dat. Ik keek nog naar het dingetje, ik zag live Joost erop doodgaan. Kan je zien waar? Nee. Ik zag gewoon, zeg maar, je hebt een heartbeat en ineens boom en dan is het een straight line en is het. Want Don, even kijken, Erwin was bij Fix Lights, ik sloot aan, toen had hij het al gedaan, toen liepen we terug en yeah, toen kwam Pascal aanlopen. Ja, yeah. Ik kwam net naar Electrical en toen was het al... fixed. Pascal, yes. Je weet dat je ook iets anders dan lights kan sabotage, hè? Hoezo ik? Ik kan niet eens lights sabotage. What the fuck? Ik kan ook de andere... we hebben morgen het uitgegooid. Dat betekent sowieso dat morgen 100% was. Pascal? Ja. Ben jij de imposter? Hè? Wat? Waar kwam jij vandaan, ben Pascal? Ben jij de imposter? Ik kwam bij, hoe noem je dat? Communications. En dan ging ik daar omhoog. En toen ging ik naar electrical. Dus zeg maar van weapons, maar was communications, je voor communications? Electrical. Ik zag jullie, maar ik weet even niet welke plek dat was. Dat was bij communication weapons. Daar kwam ik jullie tegen. Met z'n 4 waren we bij communications. De lijst ging uit. Ik want ik zat vast in communications. In één keer werd mijn deur dicht gedaan. Dus ik was van, what the fuck gebeurt hier? Ik liet jullie 3 achter. Ik fixed lights. Ik kom Don tegen. Ik kom jou tegen. Joost dood. Ja. Is kind of sus, Pascal. Ja. Hoezo? I mean... Ja, Link zit op de heartbeat sensor en die heeft een emergency calling gedaan. Dus hij was in office en dat kamertje ernaast. Ja, ja. Of hij heeft zelf die en report en gedaan en heeft die een emergency call gedaan. Aaron, zodat het zeg maar niet suspicious lijkt. Dat kan ook.
Ik heb Joost, heb ik, ik bedoel niet Joost, maar ik heb Link, heb ik de task om communication te doen. Ja, dankjewel. Oké, nou, dan is het volgens mij wel duidelijk. Je hebt het helemaal niet gezien, Erwin. Ik heb jouw communication inzien gaan toen lights uitging. Ja, maar je was er niet bij toen ik hem had gedaan. Nee, fair enough. Maar ja, oké. Okay. Well, Joost was als enige erbij. Ik heb jou... Oké, okay, dus ik vind okay, dus Erwin is... Kut, sorry, ik heb nul gestemd. Ja, kut, ja. Kut. Ja, yo, what the fuck? Oh, ik had hem wel zelf moeten stemmen, dan had ik hem gelijk kunnen maken. Rolling. Oké. Blijf bij de knop staan. Ja, van Erwin weg blijven. Oh, nevermind. Okay. Oh, nevermind. Oké, okay, dat is wel goed. Dat is pas cool. Ik wilde al bijna zeggen, always crewmate. En of ik Rudy in zijn nek ga prikken. En of. Rudy, come to me. Ik wil fix lights fucken. Oh nee, ik wil de Simon 6 doen. En die duurt altijd zo tering lang. Oh nee. Hoeveel mensen komen er? Komt gewoon niemand? Pop, pop, pop. Tering, dat duurde te lang. Ze kwamen pas veel te laat, joh. Fuck! Oké, ik heb hier even vrij spel. Wat was deze? 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Okay. Hey, Siri. Hey, Daniel. Hey, Snake. Oké, okay. Zit Daniel op cams? Nee. Daniel wordt een kill. Na, 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 na. Hop. Na, 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 na. Laten we... nu reactor doen. Hé, wat vervelend. Ik ben hier helemaal. Oké, dan gaan er grotendeels mensen... Ik zeg wel dat ik bij storage was. Oh, hij is gevonden. Zo, heeft Daniel überhaupt al een fatsoenlijk potje gehad? Dead crewmate stream. Oh, man. Ja, die is dood. Die ligt... Waar lag de body? Zijn koude lichaam ligt in... Was dat reactor? Daar, ja, koude lichaam of koude? Linksboven. Was hij koud? Hij is koud, ik heb hem even gevoeld. Ja, had je weer even medelijden toen je ervoor stond met je mensen? Ik moest... Laat me gewoon rouwen, joh. Even rouwen. Hey, jongens, ja, maar hij was koud en dan is het sowieso geen zelfreport van Syrië. Dat kan niet. Nee, ja. Wat ik wel wil zeggen is dat ik net direct er ook in kwam lopen. En dan volgens mij met Syrië. En ja. En een groot bloederig mes in dat kleine handjes. Wat ik heel verdacht vind is dat kippensoep, die heb ik niet veel zien doen. En ik weet hoe graag hij mij altijd als eerste wil killen. Ik was gewoon de pauze met maken. Ik liep in navigation. En toen wou je daar volgen, toen zag ik dat heel navigation vol stond. Toen dacht je, oh, laat me maar weer teruggaan. En hetzelfde gebeurde bij Edwin. Nee. Jij zit mij gewoon zus te maken voor lucht. Ik vlucht ook voor een weg, QC. Ja, maar hij is niet te vertrouwen. Siri, wat was je allemaal aan het doen? Ik ben een beetje rond op tasjes aan het doen, joh. Ah. Ja, dat snap ik. Alleen, ik keek in admin en toen zag ik in reactor zag ik mensen in Upper Engine 2. En toen was ineens iedereen weg. Dus ik dacht, nou, dan ga ik heen lopen. Ik weet niet meer met wie ik daarheen liep naar reactor, want die reactor ging af. En jij stond een beetje in de gang te hobbelen. Gewoon een beetje heen te hobbelen. En toen kwamen ik en QC binnen en toen was ineens body gereport. Nee, we liepen met z'n allen daarna binnen, allemaal tegelijk. Maar waarom liep je dan niet meteen daarheen? Want wie was er allemaal bij reactor toen hij afging? Ik liep bij reactor. Ik niet. Dawn? Weinig mensen bij reactor? Ik was echt in navigation. Lower ik was in electrical, ik had echt 3 tests in electrical. Ja, toen hij afging was ik ten hoogte van weapons. Oh, toen ik had een foutje voor Joost, ik zag hem inderdaad bezig. Toen hij afging. En toen uiteindelijk afging, wie er ook waren, zeg maar. Ik wil even een foutje voor Pascal, die was in weapons echt veel te lang aan het doen over meteorieten. Maar Siri ging heel snel weg bij meteorieten toen lights uitging. Siri in de gaten houden. Dom, ja, Siri even in de gaten houden. Ja, en soepje, hou alsjeblieft soepje in de gaten. Waarom ik in te vertrouwen? Je graag een koude lichaam, heb ik gehoord. Oké, 30 seconden hebben we nu. Ik moest nog naar deze zogenaamd
Dus dat doen we dan ook. Lululu. Kunnen we wel even kijken hier of er hier iemand is? Wie is wit? Dat is Rudy. Maar we hebben nog de cooldown. Cool! Dat was Siri. Ik schrik me dood. Kut. Oh, dat scheelde zo weinig. Dat scheelde zo weinig. Klote Siri. Hey, Jeremy. Fawaka. Iemand zit op cams en dat is kloten. Iemand zit op cams en dat is kloten. Iemand zit op cams en dat is kloten. Ik schrok me echt de tyfus van op dit. Zo. Holy Pascal. Soep. Wow, er is niks gebeurd. Pascal. Ja. Hoe ben jij in reactor tot recht gekomen? Ik liep letterlijk net langs jou als de reactor in. Hoezo? Hoe ben jij in een reactor gekomen? Hij liep langs mijn reactor in. Ja, ik heb het gezien via de securitycamera. Ja, dankjewel. Dus, oké, dan. Hoeveel wil jij eens doen alsof jij crewmate bent? Ik heb je op een fuck jou, QC. Hey Q, waar ben jij heen gelopen? Ik was jou ineens kwijt. We waren bij Navigation. Ja, Navigation. Toen liep ik even naar beneden, want ik had bij die Shield had ik een opdracht. Maar toen dacht ik, ja, want Siri was ook daar binnen met iemand. Toen dacht ik van, ja, laat maar kijken of daar niks is gebeurd. En toen liep ik weer gewoon naar Shield. Daar heb ik toen opdracht afgemaakt. En ik zag wel trouwens Siri midden in de cafetaria gewoon een beetje heen en weer lopen. Ben jij via boven teruggelopen of via onder? Nee, ik ben eerst gewoon weer naar onder gegaan. En toen via Shield daar zo bij admin en zo weer naar boven. En toen kwam volgens mij Okay. 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 Waarom Soepje zat je op admin? Nee, ik zat niet op admin. Oh ja, ik dacht omdat je vroeg waarom Pascal in de reactor was. Nee, ik zat daar een taf te doen en opeens zie ik Pascal daar rondwandelen en eruit. En ik denk opeens, hoe de fuck ben jij daar zo snel gekomen? Maar met de drie kunnen foutje voor hem, dan heb ik... Ja, maar ik kon in eerste ronde ook voor een foutje, want hij deed wel echt in weapons zijn task en de meter ging omhoog. En Siri liep wel meteen weg daar. Dus jongens, mag me trouwens even... Ik word de hele tijd gezegd van, je bent hier op en neer aan het hobbelen. Maar ik weet je wel, check dit in mijn task, maar ik beweeg gewoon nog steeds een beetje. Dat is gewoon... Ik zag hem stilstaan. Ik heb eerlijk gezegd ook nog weinig van Jo. Hey, Harvey. Ja, ik heb heel veel van Joost gehoord, laat ik het zo zeggen. Maar niks met van substantie. Ja, maar Jeremy zei ook al dat gewoon niks van horen. Substantie. Ja. Zeg maar, wat wil je horen? Ik zeg wel. Ik ga gaan we skippen dan Soep die... Hoe groot zijn je voeten dan? Meeting, mijn voeten zijn maat 48. Siri was bij mij in Med B op het laatst. Ja, klopt. Ik zat op de long task. Alleen, ik denk dat je er nu nog een keer naartoe moet, Siri. Ja, hij is onderbroken, bijna. Hoe zag hij eruit? Ja, het is gewoon een Med skin. Ah, oké. Wie skippen we gewoon? Ja, skippen. Okay. Stem op die ene met een mes. Het is kloten. Hou je het gaat, volgens mij. Bij het begin van een ronde... Ik heb jou echt door, man. Je bent echt een smiller. Ik heb jou door. Bij het begin van een ronde heb je die 30 seconden cooldown. Dus je moet je sabotage moet je even afwachten. Maar in die 30 seconden kan zo fucking veel gebeuren. Dat is zo zuur. Ik ga wel gewoon doen alsof ik bij admin zit. Eentje daar. Daar. Zit er iemand op de camera's? Nee. Ja, nu wel. Oké, dan ga ik naar electrical. Waarom duurt mijn cooldown nog zo lang? Stond mijn cooldown stil of zo? Oh, nee. Naar de meltdown toe. Fuck, die cooldown is echt tering lang, man. Ik weet niet of die te verkorten valt. Oh, nice. Zullen we Jeremy killen? Ik stel voor van wel. Ik ben klaar trouwens met mijn tasks. Nu weten we niet wat Jeremy ligt. Zeg het eens, QC. Ah shit, sorry man. Man. Sorry man. QC. Nee, fuck up. Wat? Hoezo klik ik erop? Siri, mag ik iets vragen? Ja. Was het de eerste test die je ging uitvoeren bij die Medical B? Maar dan moet je toch eerst bij die downloadding staan, niet gelijk op die platform. Nee, ik kan meteen het platform. Kan meteen het platform. Ja? Ik had hem al. Ja, dat ook zijn aparte taal. Maar je zit wel erg hard te fingerpointen, joh. Ja. Waarom toen de reactor ging, liep jij niet naar de reactor meteen toe? Omdat jij daar toch ook liep en dan ga ik toch altijd gewoon met een omwegje. Ik was toch, en toen dacht ik van ja, toen ik daarboven kwam bij cafetaria,
Toen was hij al weg, toen dacht ik, laat me gelijk die call maken. Pascal, ga niet zo beginnen, alsjeblieft niet. Gewoon benieuwd. Waarom heb je nu dus, waarom heb je de meeting gecalled? Om te fingerpointen nu naar mij, of? Ja, zeker weten. Ja, waarom, wat is dit voor iets kaas? Je hebt nul onderbouwing ook. Oké, ik heb een vraag aan die impostors. Dat vind ik ergens. Ze moeten wel een beetje opschieten, we zijn volgens mij bijna klaar met de rest. Laat ik het zo zeggen, als ik impostor was geweest, waren er nu al 4 of 5 genekt. Ja, joh. Ik denk het wel. Ik denk dat hij onze dunne ik ben klaar met mijn tasks. Laten we dat even vragen. Chris, hoeveel tasks moet jij nog? En nog 2, 3 zo, maar je mag maar meevolgen. Ik moet nog 2 kastjes bij Electrical. Snake. Ik ben aan 2 task. Fix wire. Jullie zijn allemaal niet zo snel, jongens. Oh, ik laat het maar zitten. Ik moet voor mij nog 2, denk ik. Ja, nog te veel. Ik loop met Dom mee, want ik heb toch niks te doen. Ik ga met Dom mee lopen. Als ik zo meteen dood ben, weet je waar ik... Ja. Geloof mij, serie en soepje. Kut. Ik heb ook een beetje suspicion op Joost en Dom. Wat heb je tegen mij? Hij is wel heel erg aan de fingerpoint. Hij is wel echt heel erg aan de fingerpoint. Ik heb ook een beetje Joost en Don in mijn achterhoofd, to be honest. Ja, ik ben klaar. Wat nou als jij gewoon de triple hebt, Rudy? Maar dat je mij gewoon expres niet hebt geprikt, omdat je dan helemaal sus was. Ja, maar Don, ik wilde dat je mij ging prikken, man. Ja, kon dat maar. Kon dat maar. Wat gebeurt hier? Ik heb geen idee. Ik wil Rudy prikken. Ik wil Rudy prikken, koste wat het kost. Oh, maar dit is zo klote. Oké, Electrical. Het is zo saus, want die fucking... Eigenlijk moet ik even shit winnen door dit te doen. Ja, we gaan wel O2 doen. Oh ja, shit gaat inderdaad dan op cooldown. Nou, we win. Want niemand komt hier binnen. Psych! Fucking Don! Oh my god! Fucking big brain! Don, ik zat nog aan het einde. Kill hem waar ze bij staan! Kill hem waar ze bij staan! Oh, iedereen was... Ik had al stress op Don. Hij liep alleen naar admin. Ik denk, achteraf dacht ik van, waarom deed ik dat eigenlijk? Don, je had er gewoon nog eentje kunnen murderen waar ze allemaal bij stonden. Dat had niet meer uitgemaakt. Ik was maar die cooldown was pas net voorbij. Oh, kut. Ik was echt een vieze win op de oxygen. Wauw, heel smerig.